This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is, however, not the BBC. Hela, hola, dan ben je al laat en dan gaat er nog wat van alles mis, ook op technisch gebied. Daily Minutes podcast, 24 oktober 2019. Dit is het bulletin van donderdag. Nou, ik voel me wel wat beter, maar ik ben verdomd verkouden en grieperig. Maar gek genoeg gaat het toch beter dan de afgelopen dagen, want ik heb wel goed geslapen. Dus ik heb weer niks voorbereid, want het was vandaag ook weer zo'nzelfde stressdag als gisteren, zei het, dat het wat minder lastig ging. Vandaag was er nieuws dat ze hebben een journalist van de NOS, die hebben ze gegijzeld bij de, dat heeft de rechter gedaan, hè? Geen criminelen. Dat is een mogelijkheid die de rechter denkt te hebben, om ervoor te zorgen dat zo'n journalist zijn bronnen bekend maakt. Het enige is, het is een kansloze actie. Twee jaar geleden of drie jaar geleden werd er in Limburg van een fotojournalist de camera ingenomen en toen had je ook zo'n akkefietje. En toen was de officier van justitie die erover ging, die zei, of de commissaris, ik dacht dat het officier van justitie was. En die zei dat het een goede actie was om de journalisten eens te laten zien dat ook de grenzen van die beroepsgroep eindig zijn. Man was ook al in de gevangenis gezet, 24 uur, maar werd weer vrijgelaten. Maar hij kreeg zijn camera en zijn data, zijn gegevensdragers, die kreeg hij niet terug. Nou, uiteindelijk twee dagen later moest de officier van justitie, of in ieder geval degene die erover ging, gedwongen zijn excuses aanbieden. En de minister maakte ook zijn excuses en dit zou nooit meer gebeuren. Het alles naar aanleiding van een paar rechtszaken die rond 2006 en 2007 voor het Europese Hof gekomen zijn. En daar kwam toen een uitspraak uit dat dit niet mocht. Voordien was het vaak zo dat bijvoorbeeld bij Omroep Brabant als er voetbalsupporterrellen waren, dan werd het volledige archief meegenomen. Zodanig zelfs dat het station moeite had nog om met de televisie in de lucht te blijven. En dat werd dan gewoon meegenomen voor onderzoek en dat kregen ze pas na een hele tijd terug. Nou, dat is sinds die uitspraak nooit meer gebeurd. Dus mijn verwachting is nu dat binnen twee dagen dit ook wel teruggedraaid zal zijn. Tenzij dit een kentering is. Maar daar ga ik toch niet van uit. In 2007 hadden we volgens mij minister Donner nog. En die sprak over deze uitspraak een aantal bouwde uitspraken. In eerste instantie zou hij het in het geheel niet uitvoeren. Hij zei ja, nee, de uitspraken van het Europese Hof die zijn niet. Dat is een beetje raar dat hij dat zei. Want Donner komt uit een lang geslacht van juristen en hij moest dus weten dat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waar dit op gebaseerd is, dat is onderdeel in Nederland, dat is in Duitsland anders, maar in Nederland en ook in Frankrijk en nog een aantal andere landen, is dat verdrag, dat heeft de status van grondwet. Dat is een grondwetsartikel waarin vastgelegd is dat het verdrag bindend is en boven alle andere wetgeving geldt. Dus het is heel simpel, zo'n uitspraak moet gewoon nageleefd worden. Nou, vervolgens toen kwam het commentaar van ja, maar dan gaan we een vergunningensysteem invoeren. Journalist zijn, dat wordt een geregistreerd beroep, net als dokter. En hij dacht aan een stuk of 70 vergunningen wel genoeg te hebben. Toen krabbelde hij wat terug en toen kwamen er nog wat uitspraken in de trant van ja, hij wilde het voorkomen omdat hij bang was dat iedere zware crimineel met een weblogje vervolgens zichzelf journalist noemde en dan niet vervolgd zou worden. Nou ja, daar is helemaal geen sprake van. Het enige waar het om gaat is dat je je bronnen niet noemt. Als je als journalist één keer je bronnen noemt, dan praat er nooit meer iemand met je. En sterker nog, dat heeft waarschijnlijk ook wel uitwerking voor andere journalisten als dat bij één journalist gebeurt. Dus als er iets heilig is, dan is het de bescherming van je bronnen als journalist. En in Nederland is dat goed gewaarborgd in de wet door dit grondwetsartikel. Nou ja, we zullen het zien. De vorige keer kwamen de excuses binnen twee dagen, hoe lang het nu duurt en of er wat verandert. En als er wat verandert, nou, dan is het laatste woord er nog niet over gesproken. Helaas duurt zo'n rechtszaak voor het Europese Hof wel een jaar of 7, 8. Ja, en dit raakt mij natuurlijk omdat ik zelf ook als journalist werk en dat ook al heel lang doe. Ik was over QRP bezig, maar ik heb daar niet zo verschrikkelijk veel meer over te melden, moet ik wel zeggen. Antennetuners hadden we gehad, gebruikte antennetypes.
ja, wat ik fascinerend vind aan QRP, dat is de, zeker als het om CW gaat. En ik begrijp dat Jurgen weer met CW aan de gang is. Dat is erg leuk. Zelfs de seinsleutel gekocht. Ja, volgens mij mag ik dat wel uit de school klappen. Hè? Maar goed, hij moet dat zelf maar vertellen. Maar vooral als het om morsen gaat, dan, ja, dan vind ik de eenvoud van de apparatuur zo geweldig leuk. Ik gebruik dan ook liefst een handsleutel. Die moderne setjes die hebben tegenwoordig allemaal de elektronica voor een pedal aan boord. Maar ik zijn zelf het liefst met een gewone seinsleutel. Omdat je dan ook een handschrift hebt wat herkenbaar is. Hè? En volgens ouderwetse theorie, maar ik weet niet of dat klopt, zou het zijn met de hand minder vermoeiend zijn dan machineschrift. Ik heb geen idee of dat echt zo is. Ik heb al eens handschriften gehoord waarvan ik zeker weet dat het niet zo is. Maar ja, nee, juist bij CW is het eenvoudig. Als je kijkt naar zo'n Pixie of zo'n Optimist ontwerp waar ik het over had. Die hele Optimist die bestaat uit 4 transistoren. Waar 1 transistor, tenminste als je het originele ontwerp was met een IC'tje. Maar ik heb dat zelf vaak vervangen door 3 losse transistoren. Dan wordt die wel wat groter, maar ja. Er zitten dus 4 transistoren in. Dus eentje is de oscillator voor de zender. En die sleutel je dan ook direct. Dat ding geeft geen pieptoontje, dat zit er niet in. Maar goed, je kunt met de sleutelklik ook perfect zijn hoor. En je schakelt gewoon die transistor aan en uit. Dat tirpt wel een beetje en dat is natuurlijk primitief. Maar nou goed, diezelfde oscillator die wordt een stukje frequentie verschoven. En die werkt dan ook als oscillator voor de directe conversieontvanger. En die hele ontvanger die bestaat uit 3 nogal opgejaagde transistoren die flink versterking staan te maken. Want ja, die moeten wel hard werken om dat signaal uit de ruis tevoorschijn te toveren. En er komt een audio uit wat je met een kristaloortelefoon kunt oppikken. Nou, dat zijn de eenvoudigste ontwerpen. Er zijn ook heel eenvoudige ontwerpen om bijvoorbeeld dubbelzijband te maken. Enkelzijband is vaak wat lastiger. Dan moet je toch wel heel veel componenten gebruiken. Een FM is op HF niet echt zinvol. Dat kun je op VHF wel heel simpel toepassen. Een FM is ook redelijk eenvoudig qua ontvanger. Maar ja, dit soort apparaatjes zijn toch wel erg simpel. Misschien moet ik eens met SMD-techniek eens kijken of hoe klein ik dat kan verkleinen. Hè? Of je zo'n zeer simpel ontwerp hebt. Hoe klein dat dan nog te maken is, dat past gegarandeerd in een lucifer-doosje, dat hele apparaat. Maar goed, ja, dus behalve dan die kleine ontwerpen. Ik kan nog iets over de moderne superapparaten. Die werken allemaal met een bepaalde set van chips, waarvan ik het nummer even niet zo snel weet. Maar heel veel mensen weten dat wel. Maar dat is een mixer en een middenfrequentchip, waar eigenlijk echt de meerderheid van dit soort QRP-apparaatjes mee werken. Je ziet dat ook met al die Chinese porto's trouwens, die ook allemaal dezelfde middenfrequentiechip gebruiken. Gelukkig zijn die nog voorhanden. Wat ik altijd wel fascinerend vind, MFJ is een bedrijf wat zowel verguisd wordt als geprezen. En ja, wat ik wel grappig vind, bij MFJ staan de zendontvangers helemaal niet zo prominent op de website. Je moet er zelfs best naar zoeken. Het zijn eenvoudige ontwerpen en het grappige is, de meeste van die ontwerpen die stammen uit de jaren 80 en die worden nog steeds verkocht. Een aantal types die worden alleen gemaakt als er vraag naar is. Dus dan maken ze bijvoorbeeld een batch van 10 stuks, niet meer dan dat. Dus ja, dat is ook al flink maatwerk. En dat kan voor het geld. Ze zijn niet super goedkoop. En in Nederland helemaal niet. Maar ja, het zijn ontwerpen die tamelijk tijdloos zijn. En er is toch kennelijk toch nog enige vraag naar voldoende. Ik heb meerdere van die dingen die werken met moderne elektronica. Met kleine controller chipjes of met Arduino's. En op zich ja, vind ik dat wel prima apparaten. Maar ik ben toch wel geneigd om door te gaan naar de apparaten die analoog werken. Hè? Dat, ja, dat is goed te bevatten en goed te onderhouden. Als het stuk gaat, kun je er een andere transistor in zetten en dan werkt het ook. Misschien niet helemaal gelijk, maar toch wel grotendeels. En ja, dat is trouwens iets wat ik in het begin vaak dacht. Hè, dat bepaalde transistoren dan niet zouden werken. Maar over het algemeen, vooral die chipjes die in het middenfrequent hebben of in de driver van de zender, of tenminste voor de driver. Ja, daar kun je eigenlijk wel alles in stoppen. Hè, als het de frequentie maar haalt. Als je boven de korte golf komt, dan kom je wel met de afsnijfrequentie in de problemen. Op 2 meter moet het dan wel iets beter zijn. Maar ja, transistor is gewoon een transistor. Hè. Ze zijn er wel voor verschillende toepassingen, maar ze zijn toch wel grotendeels allemaal gelijk. Maar goed, die eenvoudige ontwerpen die vind ik wel het leukste, moet ik zeggen. Dat echt die topsimpele analoge dingen. En je kunt dan ook vanuit de onderdelenbak heel gemakkelijk met de soldeerbout zoiets in elkaar bakken. Hè? Veel mensen zijn wat ouder, die zullen de EE-bouwdozen van Philips nog wel kennen.
In die tijd dacht ik inderdaad nog dat je een bepaald type transistor voor audio nodig had. Want dat werd ook zo gezegd, hè? Dat is een audiotransistor. En veel transistoren gaan inderdaad niet hoger. Maar ja, hoogfrequent transistoren kun je wel gewoon voor audio gebruiken. Het zijn dezelfde dingen. Maar dat die overzichtelijkheid in dat soort ontwerpen en de eenvoud daarvan vind ik wel leuk. En ja, als iets een microprocessor heeft, ja, dan wordt het toch wel een heel gecompliceerd ding in feite van binnen. Hè, waar je ook wel weinig invloed op hebt. Want als die microprocessor het om een of andere reden niet meer zo goed doet, dan werkt het ding al snel niet meer. Hè. Dus het maakt het ontwerp wel kwetsbaar. En dat is bij die eenvoudige dingen kun je echt met topsimpele middelen kun je dat weer herstellen als het stuk is. Of zelfs een nieuwe maken. Hè. Nou ja, dat vind ik er wel leuk aan. Ooit ging ik daar zo ver mee dat ik ook gekeken heb naar of je zelf transistoren kon maken. Er is een fascinerend filmpje van een jaar of 10 geleden van een Fransman die zijn eigen buizen maakt. Hè, ook voor zenders en zo. En dan zie je dat hele proces van hoe hij die buizen maakt. Nou, zo zijn er ook mensen die hun eigen transistoren maken. Net als bij zeker de vroege, maar ook de latere fabriekstransistoren, is niet goed vooraf te voorspellen hoe die dingen werken. Dus bijvoorbeeld bij de BC547 serie, dat het een heel bekende transistor is, hè. En de afgeleide daarvan bij BC549, dat zijn in hoge mate transistoren die geselecteerd worden. Dus die niet zo gemakkelijk gelijk te produceren waren. Bijvoorbeeld is er van die transistor een variant, een A-variant, een B-variant en een C-variant. De C-variant heeft altijd de meeste versterking, maar ook de meeste ruis. Maar die werden daarop geselecteerd. Dus het was niet op voorhand duidelijk van nou, het wordt een A, een B of een C. Maar het was zo dat uit een wever werden een aantal chipjes gehaald. En dat was dan die transistor. En die had dan toevallig die bepaalde eigenschappen. Hè? Nou, bij zelfgemaakte transistoren is dat effect van spreiding nog veel groter. Dus ja, dan moet je maar afwachten hoe goed het ding functioneert. En zeker bij zo'n puntcontact transistor, zoals de eerste transistoren waren. Dan moet je een plek opzoeken waar de juiste verontreiniging zit die je nodig hebt. Hè, want de transistoren die bestaan uit verontreinigd silicium of daarvoor germanium. En je moet dan de juiste verontreiniging zoeken door met een pennetje dat ding bij langs te zoeken. De eerste radio's die met alleen een kring en een... Maar die met een... Hoe heet zo'n detector nou? Zo'n radio uit het boek Jongensradio. Hè? Waar je vroeger met een kring en een diode en een koptelefoontje al naar de middengolf kon luisteren. Nou, in het begin had je dan was er een diode. En dan moest je met een hendeltje zelf de juiste plek afzoeken. Hè? Dat was in de jaren 30 zo. En 20. En dan zocht je gewoon dus dat materiaal bij langs. Het was volgens mij ook nog geen halfgeleider in het begin. Maar wat gebruikten ze daar nou voor? Ja, nou dat, als ik een uur nadenk, weet ik het. Maar dus ik heb al gekeken om zelf mijn halfgeleide materiaal te maken ook. Je krijgt dan van die typische, echt heel puristische amateurs. Je hebt ook mensen die open source kosten wat kost willen doordrijven. En aan de andere kant dan heel hypocriet met dezelfde dingen omgaan. Soms, ook niet altijd. Maar zo heb je ook puristen die zeggen van nou, zelfbouw is alleen zelfbouw. Als je echt alles zelf maakt, hè? Dus het is maar de vraag hoe ver je daarin gaat. Je hebt altijd hulp van anderen nodig. Al is het niet omdat je je meetapparatuur koopt. En ja, ook dat kun je wel zelf maken. Maar er is maar één mensenleven. Hè? Dus je kunt niet alles in de tijd die je als hobbytijd beschikbaar hebt. Dus daar moet je natuurlijk ook rekening mee houden. Ik ben daar zelf heel praktisch mee omgegaan in de loop der tijd. Ik bouwde op een gegeven moment, heel veel zenders in het begin dat ik net mijn vergunning had. Zeker na een paar jaar, zo rond 1977. Ik bouwde aan de lopende band zendontvangertjes, omdat ik dat zo verschrikkelijk leuk vond. Of losse zenders en losse ontvangers ook wel. Maar dat vond ik verschrikkelijk leuk om te doen. En elke keer dan maakte ik weer een iets andere variant. Of ik maakte het ding van een andere band. En ik had toen heel weinig geld. Dus wat er gebeurde was dat ik de oude moest verkopen om een nieuwe te kunnen maken. Dus daar zat een hoog verloop in. Welke richting wou ik daar nou mee uit? Ja, dat is een goeie. Nee, maar ik weet het alweer. Wat ik wilde zeggen is dat ik dus op een gegeven moment me realiseerde. Ja, er zijn zat centontvangers te kopen. Die kun je gewoon... En dan zijn er ook hele goede dingen. Misschien wel zelfs wel beter dan dat ik zelf kan maken. Misschien niet zo uitgebreid.
Maar dus ik dacht van nou, ik kan beter dingen maken die je niet koopt. Dus ik ging dingen als een repeater maken, wat ik laatst beschreven heb. Of een ATV-zender en meer van dat soort dingen. Testbeeldgeneratoren en nou, noem het maar op. Dat waren dingen die niet in de winkel te koop waren. En ja, waarom je moeite steken in dingen die er al zijn. Hè? Als je creatieve dingen kunt maken die anderen niet hebben. Nou, dat was vervolgens mijn doel. Dus ik ben in plaats van dat purisme in te gaan, juist helemaal de andere richting uitgegaan. En ja, zo ben ik nu nog wel een beetje. Ik heb bijvoorbeeld voor PI3XTV eigenlijk alles standaard aangekocht, behalve de dingen die er niet waren. En bijvoorbeeld de logica om de zender te besturen en dat soort dingen. Dat was er niet op de manier als ik dat wilde. En daar had ik wel precieze ideeën over die niet helemaal zo uitwerkten als dat ik van plan was. Maar dat is wel de manier waarop ik ermee ben omgegaan, hè. Ja, dan nog even het volgende. De bedragen die verschuldigd zijn voor onze amateurregistraties zijn bekendgemaakt. Gisteren was er enige paniek omdat het erop leek alsof het bedrag naar €68 zou gaan. Nou, dan laat mijn stem het ervan weten. Maar alsof het naar €68 zou gaan. Hamnieuws publiceerde dat onder andere. En ik heb zelf zitten kijken. Het misverstand, dat was makkelijk te maken. Waar het uiteindelijk op uitdraaide is dat het naar €42 gaat. En Hamnieuws heeft dat oorspronkelijke bericht ook snel teruggedraaid trouwens. Heel netjes. Maar wat wel omhoog gaat, dat is het bedrag voor repeaters. Het bedrag van LPAM voor een aanvraag was even hoog als voor een amateur repeater. Dat was €156. En dat gaat nu omhoog naar iets in de 180, 185, €186. Dus dat is fors. Die voor LPAM blijft wel gelijk. Dus ik vraag me af waar het verschil in zit. Maar het is een fikse verhoging. Er staat altijd bij dat het voor 3 jaar is. Maar dat is ook niet helemaal zo. Dat bedrag is eigenlijk voor de aanvraag. Voor een verandering die je doet aan de repeater. En dan gaat het alleen om de verandering van de zendfrequentie. En de locatie van de zender als die verandert. Maar als die niet zo ver verandert, dan hoef je dat niet opnieuw te betalen. Daar is het bedrag voor. En dat is inclusief de eerste 3 jaar voor de vergunning. Wil je na 3 jaar verlengen? Dat kan niet in alle gevallen. Maar ik zal niet zeggen hoe dat werkt, want dat is te uitgebreid. Maar dat kan dus na 3 jaar, kun je hem verlengen in veel gevallen. En dan kost die €29. Dus dat is een behoorlijk laag bedrag. En die 29 is voor 3 jaar. Dus dat is ruim €9 per jaar voor de repeatervergunning. En dat is niet veel. Dus dat is mooi. Laten we dat ook vooral zo houden. Maar het aanvangsbedrag, ik weet dat een relatief laag bedrag is. Bijvoorbeeld om reden dat je meerdere frequenties tegelijk kunt aanvragen. Je kunt, als je 2 frequenties aanvraagt, moet AT daar wel voor beide frequenties bijvoorbeeld met het buitenland overleggen. Of er geen grensoverschrijdende effecten zijn. Terwijl er maar 1 zo'n behandeling van de aanvraag in rekening wordt gebracht. Maar goed, ook dat is mooi, want stel dat het een heel hoog bedrag zou zijn, dan zouden er heel weinig repeaters zijn. En er is ook wel eens gesteld dat het omhoog zou gaan, dat is later teruggedraaid. Ook al omdat heel veel repeaters dreigden de stekker eruit te trekken. En AT wilde dat duidelijk ook niet, hè? Dus die hebben dat toen teruggedraaid. Maar goed, naar €42 gaat het. Prima deluxe zou ik zeggen. Ik vind het niet erg om ervoor te betalen overigens, hoor. Eerder was het gratis en daarvoor was het wel betalen, dus ja. Het is een aantal jaren gratis geweest, dat vind ik altijd mooi meegenomen, dat het daarna dan weer betaald moet worden. Ja, ik snap dat wel. Dus ik heb daar niet zo. Als het nou naar 68 was gegaan, dan had ik wel gezegd van ja, kunnen jullie uitleggen wat daar dan extra voor krijgen? Maar dat is dus niet zo. €42, prima. Komen we nu toe aan deel 5 van de historie over de zendamateur hobby. Dat is een eigen serie op basis van onder andere Wikipedia, maar ik betrek daar ook een aantal andere bronnen bij. Een hoop eigen kennis met boeken die ik heb en ik google er ook nog wel wat bij langs. Ja, vrijdag was er iemand die vroeg of SSB niet een Collins patent was. Ik heb dat even opgezocht. Het eerste patent in de VS voor SSB modulatie is toegekend op 1 december 1915 aan ene John Renshaw Carson. Carson, die eerder docent was bij MIT en Princeton, werkte op dat moment voor AT&T. In 1922 publiceerde Carson ook de wiskundige onderbouwing voor FM, inclusief de zogenaamde Carson Bandwidth Rule, de Carson bandbreedte regel, waarmee de bandbreedte van een FM-signaal in telecommunicatiesystemen kan worden berekend. De Amerikaanse marine experimenteerde voor het begin van de Eerste Wereldoorlog met SSB. De eerste keer dat de modulatie commercieel gebruikt werd, was bij een telefoonverbinding op de Lange Golf op 7 januari 1927. SSB werd daarnaast gebruikt in lange afstandstelefoonlijnen via draden dus als onderdeel van een techniek voor frequency division multiplexing al in de jaren 30.
Amateurs begonnen na de Tweede Wereldoorlog serieus met SSB te experimenteren. Dat wekte de interesse van de Strategic Air Command in de VS, die in 1957 SSB voor de communicatie van hun vliegtuigen tot standaard maakte. Die laatste beslissing is waarschijnlijk weer de aanleiding dat SSB nu voor de meeste korte golfverbindingen amateur of professioneel gebruikt wordt. We gaan nu naar waar we gebleven waren, de historie tussen de beide wereldoorlogen. De amateurs zijn internationaal altijd heel goed georganiseerd geweest. Om die reden kregen de amateurs ook voor elkaar dat er internationaal erkenning was. Een belangrijke mijlpaal in deze was de oprichting van de IARU in 1925. IARU is een internationale organisatie van amateurverenigingen. Per land is één amateurvereniging lid. Sinds de conferentie in 1927, waar ook de eerste amateurbanden en de amateurroepnamen werden vastgesteld, doen de amateurs ook mee aan internationale radioconferenties en geldt de amateurdienst als een gelijkwaardige radiodienst, gelijkwaardig aan andere ethergebruikers. De eerste keer dat amateurs in een wet genoemd werden, dat was in 1904 in Engeland. Ik heb nog niet precies kunnen vinden hoe dat in Nederland ging. In Nederland werd in 1905 de Telegraaf- en Telefoonwet van kracht, die in Nederland alle verkeer via de radio en ook een deel van het verkeer via kabels aan banden legde. Vanaf dat moment was in Nederland voor iedere zender een vergunning nodig. Ook luisteramateurs vielen onder de vergunningplicht. In 1913 was het de bekende radiopionier Jan Korver bekend van het Radioamateurmuseum, die aan minister Lely demonstreerde hoe eenvoudig het was om de radiosignalen uit de lucht te plukken. Dat leidde er vervolgens toe dat in het voorjaar van 1914 werd besloten dat de vergunning voor luisteramateurs vanaf dat moment in Nederland gratis zou zijn. Alleen als een luisterantenne minder dan 1500 meter vanaf een Rijkskuststation geplaatst was of als hij hoger was dan 30 meter, was een vergunning nodig. De vrijstelling duurde echter niet heel lang. In 1917 kwam er weer een algeheel verbod vanwege de Eerste Wereldoorlog. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. You can find this podcast on dmpodcast.net. DM is for Daily Minutes and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour.